En dan gaan wij nu over naar een klein intermezzo. Een filmpje waarin Delta-commissaris Peter Glas, die vandaag hier overigens heel graag aanwezig had willen zijn, maar andere verplichtingen al had, waarin hij wordt geïnterviewd door de 10-jarige Piotr Pijpaard. En daarvoor kwam hij speciaal naar Zwolle. Luister maar. Ik sta hier aan het Zwarte Water met op de achtergrond het stedelijk centrum van Zwolle. Een hele mooie voorbeeldplek eigenlijk van onze regionale delta. En ik ben op weg naar Peter Glas, delta-commissaris, en Piotr, een 10-jarige inwoner van Zwolle. En vanwege zijn leeftijd een representant van de belangrijkste stakeholdersgroep die je maar kan voorstellen als je het over klimaat en klimaatverandering hebt. En dat is dan ook de reden waarom Peter Glas en Piotr met elkaar in gesprek gaan. Luister maar. Nou Piotr, daar zijn we, aan het Zwarte Water in Zwolle. Ja. Nou, we hebben elkaar net leren kennen en je hebt een paar vragen voor mij, heb ik begrepen. Wat is een delta-commissaris? Wat is een delta-commissaris? Nou, ik ben een delta-commissaris, Peter Glas, en ik doe dit nu 3 jaar. En een delta-commissaris is eigenlijk een adviseur van de regering. Het heet ook wel regeringscommissaris, maar ook van de gemeente, de provincies en de waterschappen op het gebied van alles wat te maken heeft met water, waterveiligheid. Hebben we genoeg zoet water voor de landbouw, voor de natuur, voor de industrie? En hoe passen we ons aan het veranderend klimaat en de extreme weer wat we af en toe meemaken? Maak jij je wel eens zorgen over het veranderend klimaat? Ik lig er soms wakker van. Niet echt wakker, maar ik denk er wel soms aan en dan denk ik vooral aan wat er verandert. En wat denk je dat er verandert? De stijging van de zeespiegel en de overstromingen. Ja. En daarom wil ik ook deze vraag stellen. Wanneer is een overstroming ernstig? Ja, een overstroming is natuurlijk heel erg als mensen verdrinken. Dat is natuurlijk het ergste wat je kunt overkomen. En dat gebeurt helaas wereldwijd. Nog alles als, of vanuit de zee of vanuit de rivieren en soms zelfs bij heftige regenval. Dat hebben we afgelopen zomer in juli meegemaakt. Gelukkig niet in Nederland, maar wel in Duitsland en in België zijn mensen verdronken doordat het keihard regende en de beken daar naar de Maas stromen. En wat doe je daaraan? Ja, wat doe je daaraan? Dat is de vraag die ook aan de Delta-commissaris wordt gesteld. Vandaar dat ik elk jaar advies uitbreng. Maar dat kan je natuurlijk niet alleen doen. Dus we hebben echt heel veel kennis daarvoor nodig. Van de wetenschap, van klimaatdeskundigen. En mensen die ook berekeningen kunnen maken van als het nou heel hard regent, hoe hard moeten we dan weer pompen om de polders droog te houden? Of waar kunnen we het water veilig naartoe laten stromen, zodat het ook bijvoorbeeld in de bodem kan, wat weer nodig is voor de natuur en voor de landbouw. Houdt de Delta-commissaris in zijn werk rekening met kinderen? We moeten naar de toekomst kijken. We moeten nadenken over wat er nog kan gebeuren in de toekomst. En dan kom je dus dicht bij de volgende generatie, bij jouw generatie. Maar ook de generatie daarna. Dus ik zeg altijd, we moeten eigenlijk 1, 2, 3 generaties vooruit denken over wat er kan gebeuren. En dan beslissen wat we vandaag moeten doen om het dan veilig en leefbaar te houden. Dus in die zin houden we rekening met het belang van de kinderen. Maar jullie kunnen het misschien zelf veel beter zeggen. En over een paar jaar moet je het ook overnemen van mij. Maar ik had ook nog een vraag. En die had ik bij papa en mama bedacht. Heb je in je werk meer aan boeken of aan je omgeving? Oh, dat is interessant. Ik hoop dat jouw klasgenoten en jijzelf ook veel boeken lezen. En niet alleen maar de hele dag op schermpjes kijken. Dus dat in de eerste plaats. Ik kan je zeggen, ik was 16 en toen las ik een boek
Wat eigenlijk toch wel achteraf gezien heeft gemaakt dat ik hier vandaag sta. En dat boek, dat was een boek van de Club van Rome. En dat waren wetenschappers die toen al nadachten in 1972 over de toekomst van de aarde. En ja, toen denk ik, ja, dan moet ik toch iets gaan studeren wat daarmee te maken heeft. Nou, en hier sta ik vandaag. Dus boeken zijn heel belangrijk. Maar tegelijkertijd, je moet ook vooral naar buiten gaan. Zeker als je jong bent, ga naar buiten, ga kijken. Lekker, kop in de wind, wind in je haren. En kijk om je heen en kijk naar de veranderingen. En nou, ik kan iedereen aanraden, alle kinderen, alle leerlingen, alle studenten, ga iets studeren waarmee je de wereld een stukje mooier kan maken. Dat zou mijn advies zijn. Hey, Peter en Piotr. Dag Annie. Leuk deze vraag, want ik moet opeens denken aan jullie leeftijdsverschil. Hè? En Peter, jij bent 66 en Piotr is 10. Doet het er iets toe dat je al 66 bent in het vak wat jij uitoefent? Helpt dat? Ja, nou, ik hoop dat mijn leeftijd, niet zozeer de 66 als zodanig, maar ik hoop dat die ervaring wel meespeelt. Maar ja, je merkt, ik praat heel graag met jonge mensen zoals Piotr. Ik vind het gewoon ook leuk en het ontroert me. Ik heb zelf ook een kleindochter, die heet Mare. Nou, dat is een mooie naam. Dat betekent zee in het Latijn, de Mare. En ja, ik hoop ook voor haar natuurlijk dat onze planeet een gezonde planeet blijft. En dat we het in Nederland, in onze delta, ook veilig kunnen houden. En dat het fijn is om te wonen met elkaar. En daarom vertel ik graag mijn verhaal. Wat al een lang verhaal is inmiddels. Door aan jongeren en aan anderen en iedereen die het wil horen. Ook bij deze Novi-conferentie. Ja, Peter, dan zou ik nog heel graag jou een laatste vraag willen stellen. Jij bent hier helemaal naartoe gekomen, naar Zwolle, aan het Zwarte Water. Om ons een hart onder de riem te steken, ons te ondersteunen, met jou, ook in jouw werk. Maar wat zie je eigenlijk in ons? Wat zie jij in regio Zwolle? Ik ben hier vaker geweest. Ook in deze regio waar we aan ruimtelijke adaptatie werken. Bijvoorbeeld in de regio waar ze Fluvius hebben opgericht. Een aantal gemeenten. Er was in Darf, waar de bewoners daar ook waterberging zelf hebben ingericht. Ik was hier in Zwolle op het stationsplein. Het is een regio, een Novi-regio, met ambitie. Een groeiambitie. Maar ik zeg ja, wel een duurzame en klimaatadaptieve groeiambitie wat mij betreft. Dus dat is altijd goed als je ambitie hebt en je ook hebt verenigd met elkaar. En dat zien we hier. Ja, anders in het land zijn er ook een paar van die regio's, maar dit is er één. Dus daar wil ik graag aan bijdragen. Maar ook vanuit meer de fysieke omstandigheden is dit ook wel een soort Nederland in het klein. En dan een economische, duurzame economische ontwikkeling op een klimaatadaptieve manier. Dan ben je klaar voor die toekomst. En ik gun deze regio echt wat dat betreft het allerbeste. En wees gewoon ook een voorbeeld voor de rest van Nederland. Mooi. Hoe klinkt jou dit antwoord, Piotr? Ja, dat klinkt goed. Ja? Nou, dan gaan wij hier in regio Zwolle aan het werk. En ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Nou, ik zou zeggen één box mag wel, hè, zo. Goed zo. Peter Glas met de 10-jarige Piotr. Ondertussen zijn hier nieuwe gasten aan tafel aangeschoven. En die ga ik zo meteen ook aan jullie voorstellen. Ik moet nog wel even één ding zeggen. Daarnet kreeg ik toch een standje van de regiovoorzitter. Die zei, want ik zei tegen Peter Glas, je bent helemaal naar Zwolle gekomen. Waarop hij zei, Hannie toch, Zwolle is het epicentrum. Nou ja, sorry, mijn excuses, want het is jullie misschien ook opgevallen. Ja, dat is dan toch weer de valkuil waar je intrapt. Voordat wij naar de gasten aan deze tafel gaan, kijk ik even opzij. Janneke, volgens mij heb jij ook wat opmerkingen gekregen over juist van hoe betrekken wij kinderen? Ja zeker. Net tijdens het eerste bestuurlijke gesprek ging de chat eigenlijk ook heel mooi door op... wordt ook de wateropgave niet echt
te eng bekeken alleen vanuit een technisch-bestuurlijke opgave. Maar gaat dit ook over een sociaal thema, wenkend perspectief voor de volgende generatie. En ook de zorgen die wellicht de jeugd heeft omtrent ook de klimaatveranderingen. Of dat misschien niet de olifant in de kamer is. Toen dacht ik, nou, wacht maar. Volgens mij brengen we hem straks in. Ja, wacht maar. Ja. Nou, goed. Dat hè. Ja. En daar is eigenlijk ook in de chat mooi op heen en weer gereageerd hoe belangrijk het ook is om vooral vooruit te kijken naar volgende generaties, waar we dit ook voor doen. Wat daar vervolgens eigenlijk ook uit ontstond was hoe belangrijk toch soms ook een crisis is. En dat we toch ook weer Limburg bij wijze van spreken nodig hebben gehad om het ook weer qua urgentie weer hoger op de agenda te krijgen. Nou, daar hadden we het natuurlijk in het eerdere gesprek ook over. Maar dat is een beetje wat er op de chat ook gaande is. Dus ik hou goed de vragen in de gaten. Als mensen nog vragen hebben, dan kan dat echt gesteld worden. Maar het is ook leuk om even hier in de studio mee te geven wat er in de chat ook wat er leeft. Ook leeft. Ja. Juist, dankjewel, Janneke. Vanessa, zou jij al een heel klein beetje een tipje van de sluier op kunnen lichten wat jij zo allemaal hoort en ziet en waarneemt? Ja, ik luister voornamelijk en ik hoor wat de verschillende partijen vertellen en dat probeer ik met metaforen eigenlijk in beeld te brengen. Dus dat verwerk ik in de plaat. En wat ik heel leuk vind is dat je dus de verschillende voorbeelden van de regio van Kraam-Bolkwerk, Dwingelerveld en Ruimte voor de Vecht en daarna het verhaal van de 10-jarige Pjort, die dus heel duidelijk vertelt hoe belangrijk het voor hem is. Ja. Dus, dat komt allemaal in beeld. Mooi. Dankjewel. Ja. Dank je. Nou, we zijn heel benieuwd hoe dit verder gaat. En dan ga ik nu naar onze tafelgasten, waarvan Vincent van der Werf, directeur voor de uitvoering van de NOVI van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, online is aangeschoven, want jij hebt zometeen, en dat begrijpen wij natuurlijk allemaal, een gesprek met de minister. En dat was niet te combineren met een treinreis of een autotocht naar Zwolle. Maar heel erg fijn, Vincent, dat jij in ieder geval online nu bij ons aanwezig bent. Verder hebben wij Wieke Tas van het ministerie van INW. En Wieke, jij bent afdelingshoofd klimaatadaptatie en bestuur van het ministerie. Ook heel hartelijk welkom. Dirk Siers Schoonman, die hebben we al eerder in beeld gezien. En hetzelfde geldt voor de regiovoorzitter en burgemeester van Zwolle, Peter Snijders. Heel hartelijk welkom. Ja, ik zou graag Wieke en Vincent bij jullie even willen beginnen. Eigenlijk dezelfde vraag die ik ook aan Peter Glas stelde. Wat maakt nou deze regio Zwolle, dit deel van Nederland, voor jullie en wellicht ook voor, dat hopen wij natuurlijk, voor de nieuwe ministers, zo interessant en belangrijk? Vincent, mag ik bij jou beginnen? Heel graag. Ja, regio Zwolle is ontzettend interessant omdat het een hele belangrijke plek heeft in Nederland. Het zit op een kruispunt van de mobiliteitssystemen, spoorwegen. En dat maakt ook dat het een belangrijke plek is voor de goede ambities voor verstedelijking, wonen en werk, gekoppeld aan het mobiliteitssysteem. En tegelijkertijd is het ook een hele belangrijke plek in het watersysteem. Dus om dat samen goed te krijgen, is het belangrijk om dat op een integrale manier te doen, zoals een paar keer is gezegd. En dan helpt het om een noodgebiedsaanpak met elkaar te doen. Want dat helpt wel om de partijen bij elkaar aan tafel te krijgen, om de neus dezelfde kant op te krijgen en te snappen hoe die systemen en die opgaven op elkaar inwerken. Ja, dus dan gebruiken we niet meer het woord proeftuin, hè? Want Bert Boerman zei dat moeten we niet doen, dat geeft een verkeerd beeld. Hè? Maar ik vond, dat zag ik zo mooi terug, het woord demo-delta, wel ook een heel mooi woord. Hè? Dus het is eigenlijk wel een soort een voorbeeldgebied van hoe eigenlijk wat je op grote schaal met de nationale omgevingsvisie voor ogen had, dat wordt hier in het klein als het ware opgepakt en uitgevoerd, gerealiseerd. Of daar wordt in ieder geval op geleerd ook, of ontwikkeld. Mooi, dankjewel. Ja, Wieke, zou jij er iets over kunnen zeggen? Hoe dat bij vanuit jouw ministerie is, belang hiervan? Ja, zeker. Het is naast wat Vincent ook al zei over de fysieke locatie van hoe het hier eruit ziet en hoe het systeem in elkaar zit, is het ook een regio met een enorme hoge ambitie, juist om die integrale aanpak te doen.
En om het NOVI-gebied en de verstedelijkingsstrategie is hier bestuurlijk ook goed aan elkaar gekoppeld. Dus daar wordt op een hele mooie manier samengewerkt. En ook de ambitie van de klimaatbestendige groeiregio, wat in de titel laat dat heel mooi zien. En het sluit ook daarmee ook heel mooi aan bij de ambities van dit kabinet. Waarin staat van water en bodem moet ook een sturend principe zijn bij ruimtelijke keuzes. Dus, en je merkt dat dat hier in enorme vruchtbare aarde valt. En dat er meteen gezegd wordt van dit gaan wij ook oppakken. Ja. Kan je daar misschien nog iets meer over zeggen? Hè? Dat leidend principe. En volgens mij, Dirk Siert, vind jij dat ook heel belangrijk. Hè? Zeker. Dus voel je ook vrij om erop in te gaan. Dat leidend principe, wat moet dat volgens jou betekenen? Dat water en bodem het leidend principe zijn? Ja, dat is een hele mooie vraag, maar niet heel makkelijk op dit moment te beantwoorden. Het is natuurlijk het is een principe wat we eigenlijk al heel lang willen. Het staat al in heel veel beleidsnota's. En toch, dus het gevoel is dat we dat moeten doen. Maar je ziet toch vaak in de praktijk dat het er dan toch niet uitkomt. En dat er andere belangen, met goede redenen, maar dat toch andere belangen dan toch net een streepje voor hebben. Dus hoe we dat doen, dat is denk ik niet alleen iets van het Rijk. Het Rijk moet daar ook, heeft daar ook een rol in te spelen. Er is ook de vraag om meer regie van het Rijk daarin op te nemen. Of uit te stralen. Maar het is ook een hele nadrukkelijke vraag voor alle verschillende regio's in Nederland. Want daar moet het ook wel gebeuren. En stel je dan voor dat je uiteindelijk ook een soort kader krijgt daarvoor, naar aanleiding van de ervaringen die daarmee zijn opgedaan? Of? Ja, ik denk dat wel iets is wat nodig is, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Wij merken dat ook als in onze communicatie met regio's. Dat die vraag ook gewoon terugkomt. Ja, maar hoe moeten we dat doen? En wat betekent het dan precies? Ja. Dus En vervolgens mij is het hartstikke belangrijk om de ervaringen uit het verleden ook gewoon continu te delen met elkaar. Wat Hans Kuipers zo straks deed, hij had het over 1998, hè, waarbij Meppel kwetsbaar was. Daar is vervolgens een maatregel op getroffen. Dat doe je achteraf. Het zou nou zo mooi zijn dat we met de verstedelijking waar we vandaag mee aan de slag gaan, het vooraf regelen. Hè. Dat we niet de nieuwe kwetsbaarheden van de toekomst creëren. Het wateroverlast of de schade die we in de toekomst zouden mogen verwachten als we niks doen. Dus het is iedere keer weer zaak om, ook al ga je dan misschien op een heel laag punt bouwen, doe het dan in ieder geval klimaatrobuust en doe het dan op een bepaalde hoogte die niet kwetsbaar is. Dus dat kraanbolwerk bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld. Hè? Ja. Kwetsbare plek, maar dat kost dan wel iets meer, maar je hebt ook iets. En zou het nou bijvoorbeeld jou helpen in die regionale samenwerking, als vanuit het Rijk werd gezegd, u zult? Nou, volgens mij hebben we nu een nieuwe minister, De Jonge, die zegt van, als het wettelijk instrumentarium niet aanwezig is, moeten we het misschien gaan ontwikkelen. En vervolgens gaat er ongetwijfeld een strijd ontstaan bij wie ligt nou de verantwoordelijkheid. Ligt dat bij het Rijk of bij de provincie? Maar het feit dat het nu op de agenda staat, dat het niet alleen maar een leiderprincipe is, maar ook misschien een wettelijke verankering moet gaan krijgen, ik denk dat dat een goede zaak is om te voorkomen dat we pas achteraf gaan bepalen van, dit had anders gekund. Ja. Het moet echt wel aan de voorkant meegenomen worden. Ja, ik denk dat dat echt het allerbelangrijkste is. Het kwam in het eerste gesprek ook naar voren. Hè? Van, als je het aan het eind nog wil regelen, dat is zo ontzettend ingewikkeld. Je moet echt vanaf het begin af aan meenemen. Ja. Ik hoorde ook in het eerste gesprek, we hadden het even over dat samenspel, tussen dat die regionale partners samenwerken, dat is evident. Hè? Maar ook dat samenspel met het Rijk, maar dat je het Rijk af en toe ook nodig hebt, zo hoorde ik het een heel klein beetje ook bij jou, Dirk Siert, als toch een soort, misschien stok achter de deur, of misschien ook soms een strenge schoolmeester, ik weet niet hoe je het precies moet, misschien zijn dat helemaal geen woorden meer van deze tijd, maar toch wel zoiets. Ja, we lopen toch wel zo af en toe vast. Hè, dat we het allemaal aan regio's overlaten. En die komen er soms niet uit. En dan is het wel prettig als je een Rijk hebt wat zo af en toe kan helpen. Maar
daar moeten we wel mee oppassen dat we daar niet in doorslaan. Want het is wel heel waardevol, hè, wat ik zo straks even noemde, participatie. Dat je van onderaf wel draagvlak creëert. En dat je iets opbouwt waar ook zeg maar, de regio die mee verder moet, ook mee verder wil. Ja. Nou, en daarvoor moet je waken dat die rijksturing weer niet te groot wordt. Nee, nee. Ik kom zo meteen, Peter, ook nog even bij jou als je het gaat om... Er staat te trappelen op het onderwerp om daar iets over te zeggen. Maar dat geeft niet aan, niet. Ik zie het Rijk vooral ook als partner in de zin van dingen mogelijk maken. In de zin juist van regels of juist het wegnemen van regels. Ja. Hè? En ik hoorde de Drentse gedeputeerde daar ook iets over zeggen... Vooral gezamenlijk kijken naar die opgave en wat is daar dan voor nodig. En soms kan het Rijk helpen om juist gas te geven of juist door belemmeringen weg te nemen. En dat gesprek moet je volgens mij met elkaar hebben. En daarom ben ik zo ontzettend blij dat we die NOVI-status hebben gekregen. En dat we ook hebben afgesproken om langjarig, want dit zijn echt trajecten waar je heel lang mee bezig bent, om langjarig daar met elkaar gezamenlijk op te gaan trekken. Ja. Dus dat is ontzettend mooi gewoon. Ja. Nu hadden wij in ons voorgesprek ook even over dat jij natuurlijk nu in de coronapandemie ook heel veel ervaring hebt van hoe je als Rijk en regionale, lokale partners samen kunt optrekken en ook moet optrekken. Hè? Juist ook in zo'n situatie als met zo'n pandemie. Heb jij daarin iets ervaren waarvan jij zegt, goh, daar zouden we eigenlijk hier van kunnen leren? Of dat zouden we hier op dezelfde manier moeten doen? Of juist niet misschien? De snelheid. Tijd is altijd natuurlijk in een crisis een belangrijke factor. Dus dingen gaan veel sneller. Er moeten sneller besluiten worden genomen. Wat ik heel positief vond... Want er zijn heel veel positieve dingen gebeurd in die coronatijd. Dat zou je misschien niet denken, maar dat is wel zo. We zijn heel dicht bij elkaar gekomen. Rijk, regio's, gemeenten, zeg maar... Omdat we urgentie beseften allemaal. Nou, die urgentie zit hier ook op water, bodem, je noemde dat al, Wieke. Dus dat bracht ons heel snel samen, konden snel besluiten nemen. De lijnen waren heel open om informatie te delen met elkaar. Dus ja, ik zou willen dat we dat vast gaan houden. En dat we daar op die basis ook verder gaan werken. Ja, mooi. Wat dan al heel fijn is, hè, is toch het uitgangspunt. Hè. Kijk even naar Vincent en Wieke samen. Het uitgangspunt dat het kabinet voor eigenlijk alle opgaven die voor vandaag ook belangrijk zijn en ook in dat NOVI-gebiedsprogramma aanwezig zijn, dat daar door het kabinet heel veel geld voor wordt vrijgemaakt. Hè. Hoe zien jullie nu vanuit jullie kant, vanuit het Rijk, die samenwerking? Hoe gaat dat er zo meteen concreet uitzien? Ja, wat is net al gezegd over van moet je nou weer heel strak regie pakken? Moet je het nou weer bepalen vanuit Den Haag? Of moet je juist dingen mogelijk maken? Ik denk dat het van allebei wat wordt. Dus het kabinet heeft inderdaad best grote ambities in het coalitieakkoord opgeschreven. Ook voorzien van flink wat investeringsgeld. Het helpt ontzettend om duidelijk te worden over wat is hier nou de opgave? Wat is de opgave per provincie? En als je al die opgaven stapelt, want we hebben het over water en bodem, maar we hebben het ook over woningbouw en bereikbaarheid, we hebben het over stikstof en natuur en klimaat en energie. Past dat allemaal als je dat optelt? Of past dat niet? En zadel je dus als Rijksoverheid een provincie of een regio met een onmogelijke opdracht op? Dus daar helderheid in scheppen aan de voorkant. En onder welke condities dan dat investeringsgeld beschikbaar komt, dat helpt heel erg. En vervolgens heb je ingewikkelde gebieden waarin het zo nauw samenhangt, zoals de regio Zwolle, dat het misschien goed is om nog dieper die puzzel met elkaar te leggen. En ik vind die hackathon heel erg inspirerend, omdat het zichtbaar maakt van wat als er een gebeurtenis is, wat zijn dan de consequenties en waar zitten dan ook de kosten? Eigenlijk zou je dat verder willen pakken. Hè? Eigenlijk zou je een digitale tweeling van zo'n regio Zwolle willen hebben. Om ook te experimenteren. Niet alleen maar wat als er zo'n waterbom uit de lucht komt vallen. Maar wat als wij de verstedelijkingsopgave in variant 1 en variant 2 neer laten slaan in een regio. Zitten daar dan verschillende kosten bij? Met bijvoorbeeld zo'n waterbom.
Of in een variant waar je misschien wat meer water over IJssel zou moeten vervoeren. En in combinatie met de stikstofopgave helpt dat dan om de drogere delen van de regio. Want het gaat niet inderdaad alleen maar over een teveel aan water, maar ook een tekort. Dat laat Winkelenveld wel zien. Hoe pakt dat uit? En door het in beeld te kunnen brengen in zo'n digitale tweeling, denk ik dat dat die complexiteit ook weer heel erg makkelijk ontsluit. Niet alleen maar voor bestuurders die uiteindelijk een knoop moeten doorhakken over van heb ik het geld ervoor over van die extra meerkosten om het robuust, klimaatrobuust te bouwen. Maar ook denk ik voor de uitlegbaarheid richting bewoners en ondernemers in een gebied. Dus ik denk dat dat heel erg helpt om ook, helderheid over de opgave, maar ook het leggen van die puzzel met een digitale tweeling bijvoorbeeld. Ja. Je raakt ook even heel mooi aan de complexiteiten en dat ook een andere manier van werken gevraagd. En daar kom ik zo meteen graag nog op terug. Maar kijk eerst even naar Wieke als het gaat om die ideale samenwerking tussen Rijk en regio. Ja, je bedoelt wat daar... Hoe zie jij dat voor je? Ik denk dat er al heel veel is. Hè? Dus we hoeven echt niet vanaf nul te beginnen. Als ik ook kijk naar hoe dit kabinet gestart is op het gebied met fysieke leefomgeving, er zijn natuurlijk veel bewindspersonen die daar iets mee hebben. Die hebben wat mij betreft een goede start gemaakt door echt gezamenlijk op te trekken en juist ook die opgaves in zicht te gaan brengen. Dat is denk ik, dat is misschien ook de kaart waar Vincent op duidt. En betekent dat ook dat zij de nationale omgevingsvisie echt allemaal omarmen, verinnerlijken en als vertrekpunt nemen? Ja, zeker. En ik denk dat ze nog... ze gaan ook nog een stapje verder. Hè? Ah, okay. Want ook in het kabinet, of in het regeerakkoord staat dat er nog een nadere uitwerking moet komen van die NOVI, die ook echt nodig is. Ja. En verder denk ik inderdaad dat het erom gaat om dingen mogelijk te maken en om richting te geven en om dingen mogelijk te maken. Dus belemmeringen weg te nemen. Ja. Dat het allebei nodig is en bijdraagt aan de verbetering van de samenwerking met de regio. Nu had Vincent het ook net eventjes om die complexiteit. Hè? Wat ook weer, zou je kunnen zeggen, van jullie heel veel adaptief vermogen vraagt. Hè? Van jullie individueel, van van een systeem waarin je werkt. Hè? Wat is hierin, als het gaat om die samenwerking en die complexiteit, wat is hierin spannend nou eigenlijk voor het Rijk? Wieke begint te lachen. Dus geef als eerste het woord, Vincent. Kan jij nog even nadenken? Nee, er zijn zoveel opgaves. Dat is het allerspannendste. We hebben de woningbouwopgave, we hebben de energietransitie, we hebben de landbouw- en natuurtransitie. En we hebben een Nederland wat een beperkt oppervlakte heeft. Er is geen stukje Nederland onbezet. Nee. Dus dit vraagt gewoon echt om keuzes. Ja. En dat is gewoon het allerspannendste. En daarom vind ik het wel heel mooi dat die ministers en staatssecretarissen allemaal bij elkaar zijn gaan zitten. Al die opgaven worden ook in kaart gebracht. Dus het besef is er van dat dit echt gezamenlijk opgepakt moet worden. Ja, maar dat het ook keuzes kan vragen. En het vraagt pijnlijke keuzes. Ja. Ja. Dan ga ik zo meteen, Peter, kom ik daar bij jou nog op terug. Maar ik ga heel eventjes Vincent, want anders dan zou ik jou je voorbereiding onbenut laten. Oké, okay, wat maakt het spannend? Keuzes maken, Wieke zei het al. Ik denk ook wat spannend is tijd. Want er liggen best urgente opgaven. Er is een enorm woningbouwtekort. Mensen kunnen geen woning vinden. Dat vraagt ook om aanjagende woningbouw dit jaar en komend jaar. Net zo goed als de stikstofopgave. Als we het niet oplossen, kan er ook niet gebouwd worden. Kunnen we zelfs niet verduurzamen. Kunnen we de energievoorziening niet verduurzamen. Dus ik denk het spanningsveld over wat doe je op een intelligente manier op de lange termijn. Wat kun je op de korte termijn om de problemen van nu op te lossen. En Dirk Siert zei het ook al. Lukt het ons ook al om de start van de grote verbouwing van Nederland ook al meteen goed te doen. Dat is een spannend punt. En ik denk dat we, kijkend vanuit een nationaal perspectief, dat we misschien moeten zeggen van, een aantal gebieden in Nederland is heel erg evident.
waar je heel snel meters kunt maken op een hele specifieke opgave. En een aantal gebieden in Nederland zijn dusdanig complex. Daar moet je die puzzel beter leggen. Ik denk dat de regio Zwolle daar een voorbeeld van is. Ja, misschien moet je daar dan net meer tijd nemen en op andere plekken van Nederland zorgen dat je heel snel meters maakt. Het klimaatbestendige groeiregio. Hè? Je wil heel duidelijk rekening houden met het klimaat en de klimaatveranderingen. En tegelijkertijd wil je ook die vierde economische regio zijn. Hè? Ja. En wil je groeien. Wieke die heeft het al over pijnlijke keuzes. Is dat ook hoe jij ernaar kijkt? Nou ja, die ambities die hebben we geformuleerd. En daar staan we allemaal achter. Hè? Die 22 gemeenten, 4 provincies, samen met onderwijs en het bedrijfsleven. Die keuze hebben we gemaakt. We willen groeien. En niet als doel op zich overigens, dat is ook goed om te zeggen. Maar omdat het een opgave is. Het komt op ons af en we willen dat op een verstandige manier vorm en inhoud geven. Door na te denken, hoe ga je dan die schaarse ruimte invullen met wat is dan wonen, wat is werken, bedrijventerreinen, waar zit landschap. Dus ik herken dat heel erg, van dat ruimte schaars is. Daar ben ik me als voorzitter van de regio meer dan ooit van bewust geworden. Ook al lijkt dat wij nog veel ruimte hebben. Maar vooral, hoe gaan we dat vormgeven op termijn? Dus daar moeten we het over hebben. Daar hebben we het nu ook over. Dus vandaar ook die Novi-status. Die helpt ons daar heel erg mee. Maar het betekent wel in mijn beleving dat we het doen binnen het Huis van Thorbecke ook. Hè? Dat vind ik een van die uitgangspunten die heel belangrijk is. Dus Wat bedoel je daarmee? Nee, precies, als je het hebt over pijnlijke keuzes. Mm-hmm. Dat betekent dat die gemeenteraden daar iets over moeten gaan vinden. Mm-hmm. Straks. Dus vandaar dat we die nu ook al meenemen in dit mm-hmm. soort sessies en dergelijke. Mm-hmm. Want uiteindelijk zal de politiek daar keuzes in moeten maken. Van hoe gaan we dat dan doen? Waar doen we de woningbouw? Waar is er ruimte voor bedrijventerrein? Hoe verhoudt stad en land zich met elkaar? Zeg maar, hè? Ook een hele spannende, merk ik wel, in de discussie die we nu hebben. En dat kost aan de ene kant tijd om daarover te praten. En tegelijkertijd vind ik dat we ook in de huidige bestemmingsplannen of in de omgevingsvisie, zie ik dat nu ook al terechtkomen, wordt er natuurlijk ook al best gewoon nagedacht. Of niet alleen nagedacht, worden gewoon voorschriften opgenomen over dat klimaatbestendig bouwen. Ja. Dus twee lijnen. Korte termijn, we doen nu al dingen. Want we zijn ons al heel erg bewust. Dat zit in onze genen een beetje. Van oudsher al. Juist omdat de ligging die we hebben, zeg maar. En de lange termijn is wel kijken hoe je inderdaad integraal die gezamenlijke opgave nu vorm kunt geven. En dat kost gewoon tijd. En die tijd moeten we ook nemen. En die tijd moeten we ook nemen om de raden, staten daarin ook, en onze inwoners zelf niet te vergeten, hè, daar begint het mee, om die daarin mee te gaan nemen. En eigenlijk is dat ook wel mooi dat je die tijd moet nemen, ja. Omdat dit ook niks, dit is ook een problematiek of een opgave die ook helemaal niet overhaast kan. Hè? Nee. Maar die tijd moet je ook gegund worden. En ik ben heel erg blij dat, zeg maar, wat Wieke ook aangeeft, dat die ministers elkaar op dit moment al weten te vinden. Dat ze proberen, zeg maar, gezamenlijk op te trekken. Je weet gewoon dat stikstof bijvoorbeeld wel een heel groot issue is. Wat op de korte termijn opgelost moet gaan worden. Dus die gaat maximaal snelheid maken. Dan lukt het dan ook om met de verstedelijkingsopgave een snelheid te maken. Dan lukt het dan ook om, nou ja, rond klimaatadaptatie die versnelling te maken. Dat is wel mijn grote zorg. Dat als er ergens doorgeduwd wordt, lukt het dan om bij te haken of kun je vertragen als het moet. Ja. En daar zit ook wel een spanning inderdaad in. Want die zie ik ook wel. Want ik zie dat het kabinet op landelijk niveau nu, we deden heel veel generiek via gemeentefonds, provinciefonds, middelen verdelen. Maar je ziet dat de opgaven zo urgent zijn dat het kabinet heeft gezegd van, nou, daar stellen we aparte fondsen voor beschikbaar. Stikstoffonds, noem maar op, klimaatfonds. Er zitten heel grote bedragen in. En ik zie daarin ook wel dat het kabinet in die zin, vergelijking met corona opnieuw, wel een centralistische neiging heeft. Dus toch meer gaat sturen vanuit die opgave die zo urgent is. Dat hoeft niet erg te zijn, want wij hebben een hele mooie structuur, die regiostructuur. Maar dat betekent ook wel van diezelfde colleges en raden, dat je ook bereid moet zijn, of meer dan ooit moet kijken in die gezamenlijke opgave die er ligt. Dat kun je niet per gemeente meer alleen doen. Daarvoor is die regio heel relevant om dat op die manier vorm te geven. Dus je moet daarin gaan investeren. Ook afzonderlijke individuele raadsleden, colleges,
in de volgende raadsperiode, collegeperiode, moet je nog meer investeren in regionaal samenwerken. Ja. Dat is grappig, dat doet me aan denken. Want jij was natuurlijk als vanuit de regio heel belangrijk, ook als burgemeester in het landelijk overleg tijdens de coronapandemie. Hè? Nu denk ik dat het heel erg via portefeuillelijnen gaat. Dus dat de burgemeesters die veel meer het geheel kunnen overzien en ook zeg maar dat bestuurlijk proces heel goed kunnen doorzien en daarop, nou ja, daarin actie kunnen ondernemen. Is daar ook overleg mee? En zou dat moeten zijn? Je bedoelt dan met de burgemeesters? Of, ja, de regio, of, ja, dus ze zijn de voorzitters van de regio's. Ja. Ja, nou, de voorzitters van de regio's. Laat ik helder zijn. We hebben gezegd van corona is niet voorbij, maar we gaan ermee leren leven. En we willen uit die crisisstructuur. Ik denk dat dat heel goed is. Ja. Laat ik dat voorop stellen. Ja. En we willen zoveel mogelijk weer via de bestaande lijnen gaan werken. Ja. Dus dat betekent VNG in overleg met IPO en met Rijk om langs die lijnen die afspraken te maken. En daar hebben we gewoon de portefeuillehouders een belangrijke rol in. Maar dat doen we ook in de regio wel. Maar goed, ik ben er wel, zeg ik als burgemeester. En dat geldt ook voor mijn andere 21 collega's. We zijn er wel voor om te zorgen dat die processen goed gaan lopen. Ja. Dat goed draait. Ja. In die colleges zelf en met die gemeenteraden afzonderlijk. Maar nogmaals, mijn oproep is, en dat daar zijn we ons als burgemeesters heel erg van bewust. De opgave die het kabinet samen met het land wil doen, gaat niet meer per individuele gemeente, maar gaat veel meer in verbanden van regio's werken. En dus het wordt belangrijk om daar die afstemming goed te organiseren. Ja. Nou, daar zijn we gelukkig. Dat is denk ik een pluspunt van de regio Zwolle. Want daar zijn we eigenlijk al heel lang mee bezig. Ik kijk ook even naar gedeputeerde Bert Boerman. 11 jaar inmiddels al. Mm-hmm. Dus wij kennen dat kunstje best al. Ja. En bovendien is de bestuurscultuur in de regio Zwolle gewoon er een van volgens de opgave werken en dan grensontkennend en vooral samen optrekken. Ja, mooi. Ja, en ook dat regionale werken, daar heb je natuurlijk als Rijk zo langzamerhand ook al een heleboel ervaring mee opgedaan. Hè? Ik zit nog heel even te denken over die complexiteit en die onzekerheid. Hè, die ook hoort bij alles wat te maken heeft met, zeg ik maar even, klimaat. Hè. En tegelijkertijd daar hadden we het ook straks over die maatschappelijke betrokkenheid. Dat maatschappelijk draagvlak voor misschien pijnlijke keuzes of hele ingrijpende maatregelen of wat maar. Wat vraagt nou van jullie als overheden, hè, waar je in zoveel mogelijk als één geheel wilt optreden? Wat vraagt nou die onzekerheid en die complexiteit waarin je niet alles helemaal van tevoren kunt voorzien in relatie tot dat maatschappelijk draagvlak? Wie wilde? Vincent, graag. Ik denk dat dat van ons vraagt dat wij veel vaker eerlijk zijn over wat we nog niet weten. We weten best veel. En er is net ook gezegd van het helpt ook als kennis en kunde gewoon bij elkaar wordt gebracht, ook vanuit de Rijksoverheid. Dat gaan we doen, dat zijn we aan het doen in zo'n Sanofi-gebied. Alleen waar wij natuurlijk gewend aan zijn geraakt, is dat we heel veel zekerheid uit willen stralen, ook met betrekking tot zeker tot waterveiligheid, terwijl we een heleboel dingen niet weten. Ik denk dat misschien ook best een omslag wordt, is dat wij kunnen zeggen van wij weten wat de doelstellingen zijn. We hebben bijvoorbeeld een aantal Europese verplichtingen zijn we aangegaan met betrekking tot stikstof en natuur, waterkwaliteit. Dus dit is wat wij weten. Dit is ook een toekomstperspectief voor een ondernemer of voor een bewoner op een bepaalde plek. Dit kun je verwachten van de samenwerkende overheden wat wij bieden. Maar er komt best nog wel een onzekerheid aan. En die kan gaan over, misschien de klimaatambitie, dat is een mooi voorbeeld. Komt er toch niet een hoge ambitie vanuit Europa? En betekent dat je misschien toch nog verder een reductie moet plegen dan waar je nu over kunt besluiten? Ik denk dat we, als we daar eerlijker over worden in onze communicatie, zo van wij nemen een beslissing, gegeven ook de onzekerheden, dat ook een ondernemer of een burger in kan schatten van wil ik dat risico nog oplopen? Dat ondanks dat ik nu een investering doe die voldoet aan de huidige normen, dat er misschien ook nog wel iets dat ik geïnformeerd word over het feit dat er iets extra's komt. Ja. Dat helpt, denk ik. Ja, dat is wel heel. Ja, gisteren toevallig op de radio las ik een boerin
die heel goed snapt dat ze heel anders moet gaan boeren. En ze heeft ook twee zonen klaarstaan die dat heel graag willen. Maar dan zei ze van, maar ik heb wel nodig dat zeg maar er, nou ja, consistentie is in beleid, ze gebruikt een ander woord, maar dat de doelen helder zijn. Hè? En dat ik weet waar ik dan aan moet voldoen. En dat is natuurlijk tegelijkertijd ook het lastige. Hè? Want het verandert ook voortdurend. Ja, maar goed, wat jij vooral zegt is, daar moeten we dan ook heel goed over communiceren, zodat iedereen die erbij betrokken is en die het raakt, ook goed weet, ja, wat het gesprek is en wat er wellicht kan gaan gebeuren. Ja, ja, mooi. Tegelijkertijd is dat ook juist het ingewikkelde, ook in die waterwereld, hè? Omdat het zijn van die lange termijn planningen. Wij werken toe naar 2050. Ja, hoe kan je nou zeker weten, het is in het waterveiligheidsbeleid of in de klimaatadaptatie, hoe kan je nou zeker weten dat je, als je daar uitkomt, dat het dan al niet achterhaald is? Hè? Dus ja, dat weet je gewoon ook niet. Ja, ja, het is wel belangrijk inderdaad om dat perspectief wel te schetsen. Ja, ja, mooi. Ik heb een laatste vraag aan jullie. Ongetwijfeld zitten er nu thuis of op hun kantoren wethouders te luisteren die zometeen aan de onderhandelingstafel zitten voor de nieuwe collegevorming. Mag ik aan jullie vragen om zoveel mogelijk in één zin hen een hart onder de riem te steken, een advies te geven, een oproep te doen. Het mag van alles zijn, maar iets wat zij niet vergeten als ze aan die onderhandelingstafel denken en denken, oh ja, dit moet ik, hier moet ik rekening mee houden. Of dit moet ik. Mag ik bij jou beginnen, Dirk? Ja, nou ja, we staan aan een enorme vooravond van een verbouwing van Nederland en de regio Zwolle, Novi-gebied Zwolle in het bijzonder. Dus ik denk dat de boodschap moet zijn richting die wethouders van kijk goed naar je eigen omgeving. Hoe zorg je nou dat water en bodem als ordend principe bij al je ruimtelijke keuzes ingezet wordt. Mooi, dankjewel. Wieke? Ja, hier heel erg aansluiten hierbij natuurlijk. Maar vooral ook kijk naar hoe kan je opgaven combineren. Volgens mij is dat, en dus breng het samen, de opgave. En kijk wat er dan één maatregel aan meerdere doelen bijdraagt. Mooi. Peter? Ja, ik gun de wethouders vooral inderdaad die integrale, kijk vanuit die integrale opgave. Maar dat betekent ook vooral op een bepaalde manier bestuurder zijn. Een bepaalde houding hebben om open te staan, om samen met je collega echt. Het wordt belangrijker dan ooit, laat ik het anders zeggen. Het wordt belangrijker dan ooit om ik in je college als team te opereren. Omdat die opgave vanuit die verschillende wethouders samen moeten gaan komen. Daar heeft de burgemeester natuurlijk een mooie rol in. Maar die wethouders moeten zelf die houding vooral hebben. Ja. En dat moeten ze naar hun raad ook zo uitstralen. Maar ook naar de organisatie en naar de samenleving. Goed in verbinding met de samenleving. En open mind gezamenlijk integraal optrekken. Mooi, prachtig, ja, mooi. Vincent, tot slot. Zoek de ruimte, bewaak de ruimte voor de regionale samenwerking. Want wat het zuur is in het ene deel van de regio, kan het zoet zijn voor het andere deel van de regio en omgekeerd. Dus regel het niet dicht op gemeentelijk niveau. Mooi. Dank jullie wel. Nou, dit is ook volgens mij een oproep voor bestuurders om zich ook wat dat betreft te blijven stretchen. Heel hartelijk dank voor dit mooie gesprek. Dank jullie wel. Wij gaan weer naar een filmpje kijken. En in dit geval is het een filmpje waarin watergezant Henk Ovink actief is. Ja, we hadden het daarnet al over de volgende generaties. Ja, natuurlijk, klimaatadaptatie gaat over iets wat vooral die volgende generaties raakt. En Peter Glas zei ook al tegen de 10-jarige Piotr, we moeten 3 generaties vooruitdenken. Nou, het team wat het gebiedsprogramma, het NOVI-programma hier begeleidt, die zei van ja, hoe kunnen wij dat ook hierin op de een of andere manier integreren? En die hebben een schoolklas bereid gevonden om in te stappen. En de gedachte is dat deze schoolklas 3 jaar lang wordt gevolgd. En nou ja, op die manier eigenlijk betrokken in het denken over klimaat en wat dat van ons vraagt. Maar aan de andere kant ook input levert voor waar wij in het NOVI-programma weer rekening mee kunnen houden. En voor ja, de start van deze 3 jaar en hun deelname in dit geheel is Henk Ovink op pad gegaan. En daar kijken we nu naar. Ik ben Carla.
Martijn. Hoi, ik ben Mehmet. Ik ben Daan. Hoi, ik ben Thijs. Ik ben Annemarie en wij hebben wat vragen voor Henk Ovink. Goedemorgen! Yay, goedemorgen. Wat gaaf om hier te zijn. Maar wie bent u eigenlijk? Nou, goedemorgen Dennis. En zeg maar je hoor. Ik ben Henk Ovink. Ik ben watergezant. Wat is dat eigenlijk, een watergezant? Nou, goedemorgen Svea. Een watergezant is iemand die over de hele wereld werkt aan water. En waarom water? Omdat water heel belangrijk is. Omdat we daar te veel van hebben. Te weinig, maar het ook heel vaak te vies is. En ik werk in de hele wereld met allemaal mensen, kinderen, volwassenen, bedrijven, overheden, scholen, om mensen meer bewust te maken van water. Ook te werken aan water als het misgaat. Nou, dat doe ik. Dat is mooi, Henk. Maar hoe kan het dat er steeds meer natuurrampen komen? Nou, Marin, dat is een belangrijke vraag. Aan de ene kant heb je dus, net als deze zomer, een enorme bak regen in één keer, waar je eigenlijk niet op had gerekend. Of het is steeds droger en langer. Dat hadden we in Nederland ook, hè? Anderhalf jaar geleden en het jaar daarvoor. Dus dat is de ene kant. Het weer, het klimaat verandert. Maar de andere kant is ook dat we met steeds meer mensen op deze wereld op plekken wonen die heel kwetsbaar zijn voor dit soort rampen. Dus het is niet alleen omdat het weer extremer wordt, maar ook omdat wij eigenlijk op de verkeerde plekken de verkeerde dingen doen. Hoi, ik ben Stijn. Ik had namelijk nog een vraag. Waar kun je het beste wonen als je zorg maakt over de overstromingen? Nou Stijn, dat is een hele goede vraag. En als je je zorgen maakt over te veel water, kun je natuurlijk het beste hoog wonen. Want daar komt dan in eerste instantie het water niet. Maar tegelijkertijd, als je heel hoog woont en het gaat heel hard regenen, kun je nog steeds overstromen. Dus het wil niet zeggen dat als je maar hoog woont, dat je dan nooit last hebt van een overstroming. Dus je moet niet alleen wonen op een plek waar het water niet meteen komt. Je moet er ook voor zorgen dat die plek waar je woont zo is ingericht, zo is vormgegeven, dat als er heel veel water is, dat je het goed kan opvangen en dat je het goed kan afvoeren. Zeg Henk, je had toch ook nog een vraag voor ons? Jullie hebben gelijk. Carlijn, Carlijn en Rosalie, ik heb ook nog een vraag voor jullie. Ik zou het fantastisch vinden als jullie op zoek gaan, de hele wereld over, om voorbeelden te vinden van hoe kinderen en werken aan die opgave van te veel, te weinig of te vies water. En het maakt niet uit waar of wat, als jullie het maar mooie voorbeelden vinden. En dan kom ik voor de zomer nog kijken wat jullie allemaal hebben gevonden en ook kijken wat we daar hier in Nederland mee kunnen doen. Ik ben benieuwd. Nou, dank jullie wel allemaal, maar zeker ook Rosalie, Carlijn en Carlijn voor mij eraan herinneren dat ik nog een vraag had. Ik heb een cadeautje voor jullie meegenomen. Kijk, de bosatlas, Carlijn, het water komt en Rosalie, het grote waterboek. Veel plezier met de boeken, succes op school en vooral succes met de vraag. Ik kom in mei weer terug. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie allemaal hebben gevonden. Dag! Dag! Ook heel erg benieuwd waar die kinderen mee gaan komen. Janneke, ik realiseerde me opeens dat ik jou helemaal niet heb voorgesteld. Een beetje omdat ik ervan uitga dat iedereen weet wel wie Janneke is. Maar misschien moet ik dat toch wel eventjes doen. Dat wordt de polvraag, denk ik. Dat kunnen we misschien nog doen. Maar ik zal het gewoon zeggen. Jij bent de programmamanager voor de fysieke leefomgeving, of voor de leefomgeving binnen Regio Zwolle. En hebt mee deze dag georganiseerd en bent heel betrokken bij het hele NOVI gebiedsprogramma. Ja. Janneke, krijgen wij ook straks weer iets te zien van
wat er dan in mei is opgebracht qua voorbeelden? Ja, zeker. Ja? We hebben gezegd, we willen eigenlijk het perspectief van de jeugd of van de kinderen en die volgende generatie willen we echt serieus nemen. En wat je wel vaak ziet ook toch bij volwassenen, dat ze de kinderen inzetten, ook even voor het spotje en vervolgens gaan we weer gewoon op dezelfde voet verder. We hebben gezegd, we willen eigenlijk het perspectief heel erg serieus nemen. En dus ook deze kinderen en toevallig deze klas dan ook een aantal jaren volgen. Om die ontwikkeling met die kinderen mee te maken, maar ook mee te maken, ja, wat geven zij ons ook weer mee? Ja. En ik ben heel erg benieuwd wat daaruit komt, want dat weten we natuurlijk niet. Maar dat gaan we zeker ook gebruiken in ons programma om daar ook daadwerkelijk iets mee te doen. En krijgen wij dan bijvoorbeeld, kunnen wij dan weer op YouTube een filmpje vinden? Ja, wellicht. Ja? Of dat we iets anders verzinnen, of dat we een mooie tekening maken. Of ja, we verzinnen weer iets nieuws. Ja, lijkt me heel leuk. Mooi. We hebben ook nog een laatste mini-enquête met één vraag in dit geval. En als het goed is, komt die nu in beeld en zien jullie hem en kunnen je je antwoord invullen. En dat ging over de gemoedstoestand die nu overheerst bij jullie en waarmee je even de lunchpauze ingaat. Okay. Ja, even gewoon een kleine peiling. Ja. En misschien goed om dan nog iets terug te geven vanuit de chat. Ja, heel graag. Want wat eigenlijk wel mooi is, is dat in de chat ook eigenlijk gezocht wordt naar en wat gaan we nu concreet doen? En dus de vraag werd ook bijvoorbeeld aan Wieke gesteld. Daar hebben we denk ik helaas geen ruimte meer voor. Maar ja, hoe gaan we nu aan de slag? Hè? Dus echt die hoe-vraag. Ja. Maar ook kunnen we wellicht ook kijken hoe we transities bijvoorbeeld in een wijk of in een stad aan elkaar kunnen verbinden. Kunnen we op zoek gaan naar het organiseren van een soort living lab. Waarin we hier vanuit dit gebied echt de voorbeelden gaan toepassen. Dus echt dat doen. Er werd ook wel gevraagd, hoe kan nou een gemeente aanspraak maken op een financiële vergoeding of ondersteuning op projecten? Nou, ik dacht dat was eigenlijk ook wel mooi het antwoord net van Peter. Het gaat vaak niet eens om die individuele gemeentes, maar probeer ook met elkaar te zoeken naar hoe doen wij deze projecten ook samen. En dan kun je eigenlijk ook met elkaar op zoek naar die financiële ondersteuning daarvoor. Gemeenten samen, maar ook met een waterschap. Provincie, het Rijk zit natuurlijk ook samen met ons aan tafel. Daar zijn van allerlei mogelijkheden. En het was ook wel mooi, dat wilde ik eigenlijk ook nog even teruggeven, dat ook Peter Snijders de aandacht en de bewustwording bij colleges en raden en staten ook heeft teruggegeven op die regionale samenwerking. Wat niet alleen over klimaatadaptatie gaat, over veel meer, maar ook het belang eigenlijk van, toch ook zoals wij het dan vaak noemen, die democratische legitimiteit. Ja. Om die mensen, burgers, samenleving, maar dus ook onze volksvertegenwoordigers te betrekken. Mooi. Dus ook mooie gesprekken vanochtend op de chat, heb ik gezien. Fijn, dankjewel dat je ons daar wat... En heb je nu ook al antwoord op de... Ja, dat kan ik zien inderdaad. Vraag? Ja. Ja, ik zie... Nou, dat is echt fantastisch. Wat overheerst inderdaad aan het einde van deze volle, rijke ochtend? Nou, de meeste mensen zitten op hun handen. Of mijn handen jeuken om mee te doen. Ja. Andersom. Ja. Dus hartstikke fijn. Ik zou zeggen, meld je ook aan in de chat en we nemen contact op. Het is ook wel mooi dat een aantal mensen zich na vanochtend ook echt een echte klimaatadaptist voelen. Dus, okay. Dus daarin hebben we de klimaatadaptist ook een mooie... die zichzelf hebben vrijgemaakt, gevonden. Ja. Oh, fijn. Mooi. Ja. Ja, en een heel klein aantal die zegt, ik zie het toch nog even aan allemaal. En daar hebben we de namen ook van, daar neem ik de aan. Naam, ja, die heel goed. Nu, krijg ik nu in beeld. Ja. Die krijgen we nu in beeld. Nou, heel erg bedankt. Dit is toch altijd weer heel erg leuk om, ook al zien we jullie niet, om toch op die manier heel een beetje te voelen wat er bij jullie op dit moment, terwijl je kijkt en luistert, leeft. Heel graag een woord van dank aan alle aanwezigen en gasten hier vanavond, vanochtend, die hier een bijdrage aan deze, vond ik zelf, maar dat kan ik misschien niet zo goed zeggen, inspirerende ochtend en ook enthousiasmerende ochtend hebben geleverd. Hartelijk dank. Voor hen die vanmiddag iets anders gaan doen, nog een hele mooie dag toegewenst. En voor hen die straks, na hopelijk een hele lekkere lunch, weer bij ons terugkomen, graag tot 12:55. Log dan weer in en stipt om 1:00 hernemen we ons programma. Tot straks. Thank you.